Bij de RET verdwijnen opnieuw 140 banen. Dat heeft de directie van het Rotterdamse openbaar vervoersbedrijf bevestigd. De ontslagen vallen op alle afdelingen. Met de nieuwe ontslagronde komt het aantal personeelsleden dat dit jaar de wacht is aangezegd op bijna 350. Volgens de directie zijn de bezuinigingen nodig omdat de stadsregio Rotterdam minder geld voor openbaar vervoer uitgeeft. Het personeel van de RET blijft zich verzetten tegen de bezuinigingen. Na de actie van gisteren zal er mogelijk in december langer worden gestaakt. Bij een steekpartij in Rotterdam-West is vanochtend een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde iets na 5:30 in de Jan-Sonnier-straat. Er is nog vergeefs geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. De politie heeft in de woning een man aangehouden. Over de toedracht van de steekpartij in Rotterdam-West is nog niets bekend. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen Vitesse met 4-0 gewonnen. Guidetti scoorde 2 keer. De andere treffers kwamen van Klaasie en Cissé. De wedstrijd van Excelsior tegen AZ is in de rust door scheidsrechter Kevin Blom gestaakt wegens de mist. In de eerste helft is niet gescoord. Vandaag blijft het grijs en mistig bij een maximumtemperatuur van ongeveer 7 graden.